dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henky. Daar ben ik weer. Oh, en we zijn vandaag gewoon weer hier. Thuis, lekker. Oh, want het is toch weer een lekker weer, hè. Kijk eens, moet je zien. Oh, de vogeltjes zitten weer. Oh, dat zijn... Zijn dat... Hé, daar zijn mijn verloren schoenen. Oh, jullie ben ik al zo lang kwijt. Oh, kijk eens, mijn schoenen. Daar zijn ze, daarboven. Hé, een auto. Oh, je bent jij, ja. Die auto die kan ik leuk monteren, joh. Deze auto kan ik ook leuk monteren, joh. Maar mijn verloren schoenen. Ah, oh, die was ik al zo lang kwijt. Nou, dan moet ik helemaal niet vinden om die naar beneden te halen. Maar jullie zullen je vast afvragen. Want jullie hebben allemaal natuurlijk nog niet de titel gelezen. Dat doen jullie niet. Jullie zullen je allemaal afvragen. Henky, wat doe jij vandaag nou weer in deze aflevering? Wat ga je vandaag nou weer doen? Ik dacht, nou, hé, weet je, laat ik eerst een muskaatkoekje eten. Want ik heb weer een nieuwe voorraad. Ah. Zou ik nog donuts hebben? Ik vraag me af of ik nog donuts heb. Ik denk niet echt dat ik donuts... Zouden er donuts op zijn? Ik ga mijn voorraadkast kijken. Donuts, nee, ik zie alleen maar afwasmiddel. Daar doe ik ook nooit iets mee. Ik moet misschien een keertje iets gaan afwassen hier. Maar, nee, dat mag Roy wel doen. Heb ik hier nog donuts? Oh, nee. Oh, ook geen donuts. Nou, er zijn gewoon nergens meer donuts te vinden. Heb ik nog ergens een lekkere donut verstopt? Nee, hè? Oh, ook hier in mijn slaapkamer. Oh ja, mijn spullen zijn weg. Wie heeft mijn spullen nou gestolen, kijkers? Nou, hé. Hey. Waar zijn nou mijn spullen eigenlijk? Heeft Roy ze allemaal gepakt? Oh nee, wacht, ik heb een gedeelte in de auto's moeten monteren. En toen ik dacht... Mijn hoofd! Waar is mijn hoofd? Nou kijkers, zoals jullie weten, de donuts zijn op! En dat is niet de bedoeling dat de donuts op zijn. Dus wat wij eerst gaan doen, eigenlijk zou ik eerst het plan uit moeten leggen. Wat vinden jullie trouwens van mijn leuke bloemetje hier in de tuin? Leuk hè? Echt zelf gedaan! Mijn plan voor vandaag was, hey, laat ik eens even leuk... Gaan kijken of er ergens graasjes in de buurt zijn die ik misschien kan gebruiken. Want soms werk ik aan een project zoals... Me Panto! Ah, dat is hij. Ah, wat is hij toch weer mooi, hè? Wat shiny. Ah! Hé, je band, waar ga je heen? Kom terug. Meneer de band. Hé, wie heeft gezegd dat jij weg mocht? Ga eens terug. Terug. Goed zo. Terug. Hoppakee. Pas op de Panto! Ah, hey, zo, goed zo. Blijf daar liggen, oké? Okay? Nou, kijk eens, ik was heel even klussen hoor, met de Panto. Ik denk, ik doe even kijken. Heb ik jullie trouwens ooit als laten zien wat ik hier allemaal in heb liggen in de Panto? Kijk, ik heb hier mijn favoriete boekje. Ah, de gestje. Kennen jullie allemaal de gestje? Dat is een... Daarmee kun je allemaal dingen leren. Kijk, daar is hij. Over de Panto. Dat is een heel informatief boekje over de Panto, jongens. Als je ooit iets wil leren hoe je deze mooie Henky-auto kan maken, dan kan je dat natuurlijk niet via dat boekje, want dit is echt onmogelijk om deze zo mooi als dit na te maken. Maar dan kan je altijd dat boekje gebruiken voor hulp. Hier heb ik mijn kofferbak, daar zit de motor. Kijk, je zou denken, hé, wat een kleine motor. Maar die motor die heb ik eigenlijk stiekem. Dit is zeg maar de legale motor. En die andere motor, die supersnelle Jotem Henky-motor, die zit daaronder. Die zit daar zo, die loopt er helemaal door onder. Dus vandaar dat dat zo gaat. Maar nu mogen ze wel weer dicht. Kom. Dicht. Dicht. Dicht! Is deze wel dicht? Dicht. Nou, ga nou eens dicht! Maar goed, kijk eens het doel. We gaan eerst dus even een donutje halen. En daarna gaan we even kijken naar graasjes. Wat ik wilde vertellen. Want we moeten even kijken of er een leuke graasje is. Want soms werk ik aan hele grote projecten. En dan is het een grote monster truck of zo. En die past gewoon niet in een graasje. Dus je moet even kijken of ik soms een plekje heb waar ik andere dingen kan monteren. Zoals dat. Dus we gaan even rondkijken, maar we gaan eerst donuts halen. Oh, voorzichtig, hé. Er was zijn auto daar. Oh, oh. Rajiv, ben je thuis? Ik denk het niet. Even wachten, Rajiv is hier helemaal niet. Wacht, ik heb alleen... Hier is het gewoon. Rajiv. Is Rajiv er? Rajiv. Ben je er, Rajiv? Nou, ik denk niet dat Rajiv thuis is. Dat vind ik, maak het niet zelf wel later. Rajiv, ben je thuis? Thuis? Je woont hier toch? Je woont Rajiv. Ik denk niet dat Rajiv thuis is, helaas. Nou, maar ja, daar pak ik wel wat donuts van hem. Dat mag sowieso wel altijd. Ze zeiden altijd wel dat ik donuts van hem mocht pakken. Althans, dat zei hij altijd. Welke zullen we... Oh, ik neem die roze en ik neem die en ik neem die en ik neem die en ik neem die. Ik neem ze allemaal. Nou, kijk eens. Donuts hebben we weer. Dus kunnen we lekker weer op voorraad. Kijk, dat is mijn huis daar. Dus als we nu gewoon lekker even gaan zoeken naar een goede garage waar we mogelijk kunnen werken. Want ik zie hier bijvoorbeeld al iets. Dat ik denk, ah, wat is dit? Kan ik hier werken? Nee, dit is veel te krap allemaal. Oké, we gaan even garages zoeken. Maar dit gaat allemaal een beetje traag. Oké, kijkers. Dit is de meest geheime garage ooit. Maar ik heb een idee. Deze garage is zo geheim.
dat ik helaas niet kan laten zien hoe je erin mag. Nou, dat kan ik eigenlijk wel. We gaan het gewoon laten doen. We gaan het gewoon laten zien, bedoel ik. Dus oké, ik moet hier stiekem in. Je zou denken, hé, dit is toch gewoon een normale garage? Ja, dat klopt. Maar het is niet zomaar een normale garage. We gaan eerst de auto parkeren naast... Oh, twee panto's! Oh, kijk nou, een panto en nog een panto. Ah, oh, we zitten ernaast. Mijn vak is groter dan jouw vak. Oh, wat een leuke auto. Yes, moet je zien, kijk eens. Gewoon andere panto's. Moet je zien, hè, een rode panto. Oh, en daar nog één. Een beige panto. Oké, deze garage, dit betekent... Dit is een voorteken, kijk eens dat deze garage het kan worden. We gaan even kijken, hoor. Ah, zo, hé. Wat mooi. Maar goed, daar komen we niet voor. De panto staat. Het is een hele geheime garage, dit, kijk eens. Ik ga jullie nu de ingang laten zien. En die mogen jullie absoluut er niemand over vertellen, oké? Echt niemand. Oké, dan gaan we. Je moet hier omhoog klimmen. Het is heel geheim, hoor. En als je hier omhoog klimt, dan kom je hier terecht. En denk je, hé, waar zijn we nou? Waar zijn we nou? Nou, vervolgens moet je heel voorzichtig deze ladder pakken. Heel voorzichtig. Je mag niet fout gaan. Auw, auw, auw. Mijn rug. Dat hoor ik allemaal. Hoor je dat? Wat raar. Oké, dan gaan we rustig verder. Ga je hier onderdoor. Dan gaan we hier verder. En dan denk je, waar gaan we nou heen? Dus dan klim je hier omhoog. Dan klim je hier verder op. Ik hoor nog steeds het rare geluid. Oh, dat is nu weg. Oké. Nou, kijk. En vervolgens ben je op het dak hier. En denk je, hé, wat een stiekem route hebben wij allemaal gedaan. Wat je dan doet, is je klimt op dit dak. Dan klim je op dit dak. En dan zit hier een heel geheim gat, kijkers. En dat geheime gat is de laatste ingang die wij nodig hebben. En als we erin springen, komen wij terecht in... Ah, onze nieuwe garage. Nou, onze nieuwe garage. Een mogelijke nieuwe garage waar we kunnen werken. Moet je zien. We hebben hier ruimte. We hebben een dak om ons droog te houden. We hebben hier... Kijk. We hebben hier gewoon een deur en dan hebben we... Moet je zien, hé. Dat is toch cool met een garage die open kan zo. En dan kunnen we hier werken. Hier kunnen we auto's met panto neerzetten. Oh, en dan kunnen we hier een nieuwe auto neerzetten. Hier kunnen we al wat gereedschap kwijt. Kijk hoeveel gereedschap. Oh! Dan hebben we hier een plan. En dat is een geheim plan, kijkers. En dat zal ik jullie nog niet vertellen. Vervolgens hebben we hier nog meer ruimte. Oh, dit zou toch cool zijn als we hier voort een auto zouden monteren. Oh, kijk nou. Moet je zien, het is zo geheim. Echt niemand zal deze plek ooit vinden, want er is geen mogelijkheid. Nou, dit is blijkbaar dus gewoon een ingang. Wat is dit nou? Ik dacht dat het geheime plek was. Ik dacht dat dit een gewone geheime plek was. Nou, maar dat maakt niet uit. Dat maakt allemaal niet uit. Kijk, wat een coole ruimte. Hier kunnen we toch veel auto's kwijt. Dan kunnen we dingen monteren. Roy kan hier aan het werk. Hier was trouwens de geheime ingang. Er kunnen hier zoveel coole dingen gebeuren, kijkers. Moet je zien, hé. Zouden jullie dit willen? Open de deur. Auw, mijn hoofd. Open de deur zo. En dan gaan we naar binnen. Kijk dan, hoe cool. Ik zou hier wel willen monteren, hoor, kijkers. Oh, wat een coole dingen allemaal. Nee, hier zou ik echt denk ik wel wat auto's willen monteren. En dan hebben we hier nog... Oh, een ladder! Ik zag een ladder! Waar gaat die ladder heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Oh, jij gaat nergens heen. Oké, maar goed... Kijk eens hoe cool is dit. En dan kunnen we onze geheime auto-opslag kunnen we ook nog eens hierachter doen ook. Dat we zeggen, nou, hier, dit is zeg maar waar mensen kunnen zien. Nou, ah, kijk wat een coole Henkie auto's allemaal. Maar als je voor de echte zaken komt, springen we hierheen. Dan komen we in ons geheim lab. En ons geheim lab hier. Ah, dat is cool. Kijk, in ons geheim lab komt in bijvoorbeeld deze panto te staan. Nee, die komt al daar te staan. Zullen we eens een klein voorbeeldje doen? Zullen we de auto eens neerzetten om te kijken hoe dat er uiteindelijk uit zou kunnen zien? Ja, dat lijkt me goed. Nou, dan heb je hier dus de officiële ingang en uitgang. Maar als het goed is, als we hier dus naar rechts gaan zo... Ja, daar is hij. Kijk, hier. Hoe cool zou dit nou zijn als monteurplekje? En dan zetten we zo. Dan zetten we de panto achteruit naar binnen. Kom op, deur open. Goed zo, hij reageert al helemaal. En dan zouden we zeggen, hé, we zetten de panto gewoon hier neer. Als plek waar we hem altijd kunnen aanschouwen. Dat is de heilige Henkie Pantoplek dit dan. Dat is toch cool? Dan blijft hij ook veilig en schoon. Oh, kijk, zouden jullie dit willen? Zouden jullie willen dat ik hier de auto's neer zou zetten en zou monteren? Of zouden jullie liever willen dat ik thuis zou zijn? Gewoon thuis mijn auto's blijven monteren. Weet je wat, we gaan nog een autoplek bekijken. Er zou vast nog één zijn. Trouwens, voordat ik ga, kijkers. Er is nog één geheim ding aan dit hier. Wat ik helemaal niet bij jullie heb laten zien. Namelijk... Deze ingang. Jullie vragen je vast af, wat is deze ingang? Nou, dit is de ingang voor mijn opstijgplek. Hier zou ik voortaan met alle snelle auto's kunnen testen. Hoe cool is dat dan? Dat we gewoon hier zo staan. Hebben een nieuwe auto gemont. En we zeggen... Drag race! Yo! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, denk je no-drem?
Oh, de Henkie noodrem. Ik steeg op. Ik moet echt even denken aan de bandenspanning van deze auto. Ik moet echt even aangewerkt worden. Zagen jullie dat? Ik steeg gewoon helemaal op. Kijk, zoals nu. Nu heb ik de bandenspanning knop aangezet, waardoor we iets meer grip hebben op de weg. En dan kunnen we driften. Dan kunnen we... Oh, slippen. Henkie noodrem. Henkie noodrem. Henkie noodrem. Oh, 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 oh. Ah, de banden hadden even water nodig hoor, even luchten. Maar goed, en dus nadat we hier dus getest hebben met de snelste auto's die we ooit hebben gemonteerd. Zoals dus de Panther. De Panther blijft natuurlijk een van de snelste. Kunnen we altijd gewoon weer zeggen, nou we keren nu weer terug. Na een lange rit zoals dit. En dan, wat doen we dan? Remmen. Ja! Oh, 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 oh. Ik had één keer noodrem moeten gebruiken. Maar goed, kijk, dan hebben we hier gewoon weer de ingang. En ik denk, waar leidt dit nou weer heen? Nou, daar komen we toch gewoon vandaan. En dan hebben we de leuke auto getest. En dan kunnen we zeggen, nou, weet je, we gaan hier weer zo terug. Hoppakee, hier. En dan komen we hieruit. En dan, hey, kunnen we de auto's weer terugzetten of weer even verder monteren eraan. Dat is toch superleuk, of niet dan? Maar goed, laten we even een andere garage zoeken en vinden. En even kijken wat we daarvan vinden. Oké, kijk eens, we zijn nu bij de tweede. We zijn nu bij Esteban's garage. Ik dacht van, hey, hier kan ik ook op zich gewoon een keertje gaan monteren als ik wil. Kijk, hier kan ik gewoon naar binnen zo. Dan heb je gewoon, kijk hoe groot. Je hebt hier wel veel meer ruimte hoor. En dan zou ik gewoon kunnen zeggen, nou, als we bijvoorbeeld aan de Panto monteren, zetten we de Panto eventjes hier neer. Zo precies ertussen, want de Panto is groot genoeg daarvoor. En als we dan weer verder iets willen doen, kunnen we altijd hierheen brengen en hier door... Oeps, sorry. Hier doorheen gaan zo. Kijk, dit is toch ook een leuke plek. En dan kunnen we ook even driften zo om te draaien. Het is wel een beetje krap hoor hierin. Maar dan, ja, moeten we hem eigenlijk achteruit inparkeren. Kijk hoe cool, dan kunnen we de auto hier zetten. De Panto staat hier wel nog veiliger, hè. Moet je zien. Zo uitstappen en eruit gaan. En dan weer hier doorlopen. Kijk, de Panto staat wel super veilig hier. Alleen ik vind deze plek, ik weet het niet. Ik heb het niet zo met deze plek. Heb ik een kantoortje hier misschien waar ik in kan werken? Nee, dat niet. Kan, en die deur is op slot. Dat is Esteban's privéruimte zinken. Maar goed, leuk toch? Wel een leuk plekje op zich. Dit is de garage en dit is de omgeving. Even kijken hoor. We hebben hier, wat kunnen we? We hebben altijd benzine dan. Maar het is een beetje kapot. Wat hebben we hier achter misschien voor geheime ruimte? Deze is minder geheim, dus het is wel makkelijker te vinden. Oh, wat cool! We kunnen hier helemaal werken aan allemaal dingen. Oh, hier kan ik allemaal onderdelen kwijt. En, oh, wat cool! Wat leuk, kijk eens. Hier kan ik wel veel dingen doen, hoor, op deze plek. Dit zou op zich wel cool zijn. Ik zou hier wel een uitbreiding doen, zoals dit zo. Kijk, nu is het beter. Nu heb je ook nog een ingang. Maar kijk eens, dit is toch ook wel een cool plekje. Je hebt dus gewoon, hier kan ik overal aan werken. Kan ik zware dingen optillen. Ah, even kijken hoor. Wat heb ik nog meer? Ik heb hier een pad. Naar wat? Wat is dit? Wat is hier dan? Open nu! Open nu! Goed zo! Ah, misschien kan ik hier dan wel de auto's testen. Zou dit een plek zijn om auto's te testen? Even kijken hoor. Hier krijgen we dus een goede baan. Oh, hier kunnen we al best wel lang testen. Alleen is het wel nog net iets te klein. Ietsiepietsie iets te klein voor mij. Maar, auw! Als we hier doorheen kunnen. Kunnen we hier doorheen? Kijkers! Is dat niet even leuk, hè? Dan kunnen we dus gewoon voorstem ook weer op het vliegveld rijden. Oh, wat cool, kijk! Dan kunnen we gewoon hier... Oh, slip, slip, slip. Maakt niet uit. Dan kunnen we gewoon hier rijden. En dan kunnen we gewoon zeggen... Nou, weet je, we gaan weer een Henkie-test doen. We gaan weer kijken hoe snel de auto is. Bijvoorbeeld nu met de Panto. Nou, die weten natuurlijk allemaal al hoe snel die is. Maar dan moeten we even naar de goede baan toe. En dan gaan we even testen bijvoorbeeld hoe snel de nieuwe gemonteerde auto is. Want kijk daar! Daar is het! Ik ben niet voor take-off. 3, 2, 1... Go! En het is wel een snelle nieuwe auto, zie je, kijkers. Oh, dit is ook leuk, toch? Ho, 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 ho! Ho, pas op, pas op! Ho, 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 ho! Henkie noodrem! Henkie noodrem! Nou, kijkers, op zulke momenten heb je echt een Henkie noodrem nodig. Maar goed, dit lijkt me ook wel een leuke plek, hoor. Ik denk, we hebben twee leuke garages. We hebben ook natuurlijk nog de garage thuis. Die kunnen we ook altijd nog gebruiken, hoor. Voor dingen zoals kleinere voertuigen gewoon. Maar, oh, 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 Henkie noodrem. Huh. Maar we kunnen dus ook gewoon meerdere garages gebruiken. Maar ik wil wel één van de twee kiezen, van die nieuwe. Waar ik grotere dingen kan monteren. Dat lijkt me wel een leuk iets. Hey, kan ik dit niet als jump gebruiken? Oh, nee. Ah, dat dacht ik al. Maar goed, kijk, dus het is dus één van de twee garages die ik wil gaan gebruiken. Dus ik denk dat het aan jullie is... om comments achter te laten. Wacht, ik ga eerst even naar huis zijn. Dan zeg ik het daar wel. Tot zo! Oh, kijk eens. Het was een lange dag, hoor. Oh, maar we zijn gewoon weer thuis. Kijk, hier. We hebben nu deze garage. Hij is heel leuk, deze garage. Alleen, soms is hij gewoon wat klein. En ik heb niet zoveel monteerruimte hier. Dus ik dacht, laat ik nou eens een extra garage erbij halen. En kijken wat jullie ervan vinden. Dus het is aan jullie, kijkers. Als jullie willen dat ik in deze garage blijf, comment dan...
Blijf bij de garage waar je al zit. Blijf bij Henkie's thuis garage. Die hou ik sowieso hoor. Deze gaat sowieso niet weg. Of ik nou een nieuwe erbij neem of niet. Maar als je anders denkt. Hey Henkie, neem die eerste garage waar je was. Dan neem je de eerste garage. Dus dan komt je. Neem garage 1. Maar als je in tegenstelling de tweede garage leuker vond. Die bij het vliegveld. Dan komt je. Hey, die tweede garage was leuk. En dan komt je in plaats van dat eigenlijk. Doe maar bij de tweede garage. Of ga naar garage 2. Dat mag ook. Dus het is helemaal aan jullie jongens. Kijkers, meisjes, dames en heren, jongens en heren. Comment waar jullie willen dat ik mijn tweede garage erbij neem. Want dan kunnen we zoveel nieuwe avonturen halen. Weet je wat me ook heel leuk lijkt? Om dan gewoon weer met Boef Frank dingen te gaan doen. Gewoon weer echt van die coole vliegende motoren. En van die coole auto's met boostknoppen. Al die leuke dingen gaan we dan weer monteren. Dus comment kijkers wat jullie willen. Welke garage ik wil dat jullie willen dat ik ga halen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ja, daar zijn mijn nootmuskaatkoekjes. Hier is Henkie. En ik zie jullie bij de volgende video. Kijk eens, abonneer allemaal eventjes en doe een duimpje omhoog. Doei!